het is allemaal zo koud en het is allemaal zo leeg. Okay. Maar zo is het niet. Nou, sowieso, ja. Het is niet alleen maar die leegte. Nee. Het is leegte plus de verschijnselen. En sowieso heb ik het gevoel, ik kan het niet veranderen. Hoe ik ook stuiter, het is toch al zoals het is. Dus dat precies, gaat mij niet helpen. Precies. Maar de weg, hè, als we daarover kunnen praten, is dus van ik ben een verschijnsel tot op een gegeven moment, nee, ik ben datgene waarin het verschijnt, ik ben die leegte. Tot, nee, ik ben natuurlijk ook al die verschijnselen. Ze zijn wel onmiddellijk weer verdwenen, zodra ze opkomen. Ja, dat is er niet. Maar ja. Het is geen afstand van ik zit hier die koude, kille, stille leegte te zijn en daar hebben we de wereld. Nee, dat maakt dat, wel. Ja, maar dat gevaar heb je wel. Dat is een soort repercussie, zeg maar, van de, ja, ik wil wel vol in het leven staan of zo. Ja, ja, ja. Nou, maar dan heb ik vroeger dat ding, als ik s'nachts in bed lig, heb ik ook geen probleem. Daar is ook helemaal niets. Nee, precies. Maar op een gegeven moment word je wakker en dan begint die wereld weer. En dan daar wil je ook je wil in contact staan, zeg maar. Ja, nou ja, in contact staan. Maar dat gaat een stap dieper, hè. Dus in plaats van in contact te staan met die wereld, ontdek je op een gegeven moment, ik ben die wereld. Maar ik vond je gek klinken als je zegt, ik ben het ontbijt, ik ben het toilet. Ja. Dat is even gek of zo, dacht ik. Wat is dit voor iets vreemds? Dus, een vreemd verhaal. Zie dat je alles bent. Niemand met naar uw land. Nee, maar dan. Ik weet het al wel, maar je voelt dan niet. Dan val je niet zo in het diepe, weet je wel. Dan ben je niet alleen maar die. Het is geen zwart gat theorie of zo. Maar je bent dus onveranderlijk, maar het verandert de hele tijd. Nee. Je bent toch een onveranderlijke, toch? Ja. Oh. Hoe kan je dan het veranderlijke zijn? Ik ben de piano, ik ben. Dan moet het allemaal hetzelfde zijn. Ja. Dan denk ik nou ook even gek hoor. Ja, dat is gelijk. Ja. Maar dan heb je mij toch eventjes. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dus wat er. Verandert dat ook niet meer. Nee, dus wat er in werkelijkheid aan de hand is, is dat je eigenlijk de hele tijd bewustzijn bent. Ja, dan. Er komt niks bij, er gaat niks af. Ja. Nou, niet eens de hele tijd. Nee. Want dat is weer toch alsof het allemaal weer gewoon in plakjes zit. Dus eigenlijk het enige wat je met zekerheid kunt zeggen, is dat er iets waargenomen wordt. Je weet niet of er echt ook een object verschijnt of zo. Of, alleen een waarnemen. Dus ja, dat is het enige wat je ons geeft. Ja. Dat nou, het enige dat er is. Dat houden we nog over. Ja. Er wordt iets waargenomen. Kruimeltjes. Dat houden we over. Een kleine mini asfalt uit kruimeltjes. Om alles terug te winnen. Ja. Er wordt iets waargenomen, jongen. Lekker. Maar dat is nogal heel wat anders dan. Ik ben een aantal van die dingetjes die af en toe verschijnen. Ja, dat is veel enger. Ik kom niet van niks, maar het is een heel dun lijntje. Er wordt iets waargenomen. Verder heb jij niks. Dat is je laatste strohalm eigenlijk. Dat je dingen waarneemt. Daar maar eens naar kijken. Ik ben blij dat het het enige is wat er is. Ja. Maar dat klinkt dan nog vrij negatief. Als je 2 seconden denkt, gewoon kijkt naar wat er is. Dat is gewoon heel gek. Onbegrijpelijk. Ja. Allemaal vreemd en ook wel wonderbaarlijk dat alles gewoon maar opkomt. En verdwijnt. Ja. En ook weer gaat. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ja. Nee, maar dat vind ik nog het ergste. Op zich, je kan er 1 miljard woorden aan wijden. En dan heb je een stuk van de lul. Ja. Of je kan er gewoon eens een keer naar kijken. Maar eigenlijk is het wel gek en daar staan we nooit meer stil. Nee, maar dat raad ik wel sterk aan. Ja. Want we zijn wel een beetje blasé geworden natuurlijk. Van, het is niet goed en alles is fout. En als je 2 seconden kijkt, is het wel leuk. Het wordt op de duur heel grappig, maar noemden ze vroeger dankbaar zijn dat je er bent, weet je? Noemden ze dat vroeger? Ja, bijvoorbeeld. Nou, dat hoef je niet. Het is gewoon wel. Zeg gewoon altijd maar zo dat het niet goed is. Dat ligt weer op het niveau van moeten, hè? Ja. Wees maar blij en zo. Ja. Nou, maar het is wel gek verschijnsel op zich. Ja, dat is een heel wonderlijk ding. Weet je, we zijn bewustzijn, zoals 100 jaar geleden en nu, het is altijd hetzelfde. Dus er is eigenlijk niks veranderd ook. Want ik heb altijd, er komt een moment, als je het zo, maar als je het zo verwoordt, dan lijkt het net alsof we het hebben over iets met een aantal eigenschappen dat nooit verandert. In die zin is het niet onveranderlijk. Het is onveranderlijk, omdat het is zonder eigenschappen. Maar goed, dat waar alles in verschijnt, dat verandert niet. Nee. Maar goed, je loopt er dus weer tegen de grens van taal op. Niet in de zin van, het was vroeger vierkant en rood. Nee, en dat is het nog steeds. Dus het is onveranderlijk. Nee, we kunnen er geen eigenschappen, want elke keer als we dat doen, hebben we het over waargenomen objecten. Dus hier kunnen we kunnen er van alles over zeggen, maar dat in werkelijkheid kom je er niet bij. Terwijl je kan realiseren dat het is, of dat het er
Ja, dat je kan ontdekken dat je dat bent. Dat de basis is waarvanuit alles opkomt. Ja, want wat is de andere conclusie? Nou, dat je iets bent wat af en toe opkomt en weer verdwijnt. Dat is een hele rare... Ik kan geen andere kant op. Alleen maar, dat kan kennelijk uitgesteld worden om die te zien. Ja. Kennelijk kan dat. Maar aan de andere kant kan je niet op. Dat zou ik wel, waar moet je nou naartoe waar dat niet is? Nee, nou, halleluja. Ja. Dus, maar dat wil nog niet zeggen dat je dat ziet. Dat geeft niet. Nou ja, er zijn momenten waarop je denkt dat je het kwijt bent, inderdaad. Maar dat is illusie. Ja, dat weet jij. Of dat niet kan, maar ik vind dat zelf wel nog... Maar dat maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. Nee, maar op momenten dat die illusie er is, dan... Ik vind het woord illusie ook wel zo kijken. Illusie is een woord dat bestaat bij het feit dat er ook iets werkelijks is. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk zeg je daar... Dan zit je eigenlijk ook in de dualiteit, als het woord gebruikt wordt. Ja, ik gebruik illusie en veranderlijk gebruik ik ook door elkaar op satsang. Dus alles wat veranderlijk is, is illusie. Op een gegeven moment ontdekte ik wel, want het is heel vreemd, van welk object ik ook vind of zie of ervaar of proef of bedenk. Op het moment dat het zich voordoet, dan heeft het even en dan is het eigenlijk alweer veranderd. Ja. Het bestaat dus niet echt. Dat is dualiteit, ja. Dus eigenlijk gaat dat dus allemaal... Nou, het bestaat echt, dat vind ik wel weer... Nou, dan, ik vind dat helemaal weer woorden, maar in ieder geval is het heel opmerkelijk dat er dus niks is wat gewoon op dat niveau blijvend is. Nee. Dus die realisatie houdt in dat er op dat gebied ook geen investeringen meer gedaan worden, dat er geen zoekbewegingen meer zijn. Nou, ik kan af en toe, komt dit binnen, maar dan komt er weer een gedachtenreeks en die gaan gewoon uit van al die veronderstelde dingen die wel zouden bestaan. Maar als je er echt eens naar kijkt, dan kan geen van die dingen kan überhaupt al dat er meerdere dingen zouden kunnen zijn, want je ziet altijd ook maar eentje tegelijk. Dus ook weer een idee, dus dingen zijn. Dus je ontdekt eigenlijk dan dat het nergens vast zit, dat het nergens verkleeft. Nee, er is nooit een plek dat je kan prikken van kijk, daar zit ik. Nee, dat gaat niet. Nee. Nou, dat noemen we realisatie. Nou ja, maar die verhalen die gaan gewoon enorm door. Er zit ongelooflijk veel energie in. Ja, dat is de gewoon zeg maar protest uit de hoek van ik ben een persoon. Ja. Dat is die reflex waar we het over hadden, van er is op een gegeven moment een inzicht en ogenblikkelijk komt er dan zo'n verhaal overheen. Ik snap niet waarom het veranderlijke minder een illusie zou zijn als bewustzijn. Minder een illusie? Minder een illusie? Meer toch? Ja. Meer. Je zegt het veranderlijk is, ik zou je ook een illusie kunnen noemen. Nou ja, ik noem illusie en veranderlijk hetzelfde. Okay. Voor mij is dat synoniem. Ja. Maar waarom is bewustzijn dan het echte en het veranderlijke niet? Het bewustzijn is... kan ik tenminste nog zien en waarnemen. Ja, nou, dan noem je dat toch echt? Ik heb er geen moeite mee. Ja, dankjewel. Ja, je mag van mij alle termen verwisselen hoor. Als we ervoor kan afspreken dat geel groen is geworden, nou, dan noemen we dat toch goed. Dit vind ik echt een van de meest... Ik hang niet aan die termen. De meest bedreigende dingen. Ik kan er wel zeggen dat ik weet wie ik ben en dan vervolgens over termen gaan doen alsof het absoluut is of zo, maar dat zou toch raar zijn? Nee, het is natuurlijk ook... Als jij je prettige voelt bij het veranderlijke is echt en geen illusie, nou, geen moeite mee. Heeft voor jou blijkbaar een of andere associatie die er bij mij niet is, nou, dat kan. Bewustzijn is ook maar een concept. Ja, als concept, als je er een plaatje van maakt, dan wel weer. Dan wordt het weer iets wat we na gaan streven namelijk. Elke keer als we ergens een concept van maken, dan wordt het een doel. En bewustzijn kan nooit een doel worden. Nou, jij hebt een uitspraak, daar komt het woord bewustzijn in voor. Die komt bij mij binnen en ik ga daarmee aan de gang. Hè. Soms probeer ik te begrijpen wat je bedoelt, soms probeer ik het gewoon maar binnen te laten komen. Kijken wat er gebeurt. Ja, dat is wat er gebeurt. Ja. Niks aan toe te voegen. Echt een Ik was al bezig om wat bewustzijn al te doorgronden en te kijken. Is dat al de basis? Maar ik ben geloof ik aan het stoppen om dat bewustzijn te doorgronden. Want ja, daar ga ik het ook niet vinden. Wat betekent in deze formulering dan doorgronden? Mm. Wat betekent doorgronden dan? Mm. Bewustzijn doorgronden. Dat kan niet. Wat willen we ermee? Een mooie uitleg ervan maken of zo, heb ik het dan doorgrond? Heb ik er een mooie. Dat zou dan betekenen dat je het kan definiëren. Dat is per definitie.